Dames en heren, gaat u zitten. Dames en heren, het is mij een bijzonder groot genoegen om u mede namens het college van bestuur welkom te kunnen heten bij deze bijzondere academische zitting ter gelegenheid van de inaugurele rede van collega Karst Geurs. Ik wil iedereen bijzonder welkom heten. Fijn dat u hier alle gekomen bent. Traditiegetrouw is de eerste die ik speciaal noem, de orator zelf. Want zonder hem waren wij hier vandaag niet in deze vorm verenigd. Hoewel een academische plechtigheid is het toch altijd ook heel mooi als familie aanwezig kan zijn. Ik verwelkom mevrouw Annemarie. Welkom. Zoon Jona, dat ben jij. Ja, dat dacht ik al, want jij bent 8 jaar. En ik zie dat David die leeftijd nog niet helemaal bereikt heeft. Hi David. Nou, Jona, jij gaat je vader goed in de gaten houden. Dan later ben ik heel benieuwd wat je ervan hebt gevonden. Schoonouders, van harte welkom. Broer en zus, met man en kinderen, van harte welkom hier. En verder alle belangstellenden. Karst Geurs heeft zijn opleiding genoten eerst bij de Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Tilburg, verkeerskunde. Heeft zijn studie voortgezet aan de Universiteit Utrecht, studie Milieukunde. Is ook daar gepromoveerd. Doet me genoegen dat de promotor ook aanwezig is. Welkom. Heeft daarna bij de overheid gewerkt. Ik heb het hier staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Milieu- en Natuurplanbureau. En het Planbureau voor de Leefomgeving. Er zit kennelijk veel planningscapaciteit in u verborgen. Versterkt sinds enige tijd al de gelederen van de Universiteit Twente als universitair hoogdocent. En is door het college van bestuur benoemd als hoogleraar op de leerstoel verkeer, vervoer en ruimte. Ingegaan op 1 augustus 2013, dus leerstoel. En vandaag zal hij deze positie formeel innemen met het uitspreken van de rede. Dynamiek in mobiliteit en bereikbaarheid. Collega Geurs. Meneer de rector magnificus, meneer de decaan, dames en heren. Het is een goed gebruik dat de nieuwe hoogleraar tijdens een oratie visie geeft op het vakgebied en ook zijn plannen voor de toekomst. Dat ga ik vandaag uiteraard ook doen. Mijn leerstoel heeft de Engelse titel Transport Planning. En ik wil graag beginnen met uit te leggen dat het wat anders betekent dan transportplanning. Bij transportplanning denkt u waarschijnlijk aan het vervoer van goederen over de weg met vrachtauto's. En bij transportplanning denkt u misschien aan het inplannen van opdrachten voor het vrachtvervoer. Als u op internet gaat zoeken naar de term geurs en transport, dan vindt u dit. Dit is een transportbedrijf hier niet zo gek ver vandaan, uit Hengevelde. En zij doen inderdaad aan transport en planning. Als ik het heb over transportplanning, dan heb ik het eigenlijk over alle onderzoeksactiviteiten die nodig zijn voor planvorming en besluitvorming over verkeersinfrastructuur. U zult vandaag merken dat ik mijn vakgebied vrij breed opvat. Momenteel gaat de vraag veelal niet over de aanleg van nieuwe infrastructuur, maar vaak hoe we de bestaande infrastructuur zo goed mogelijk kunnen benutten. Overheden moeten immers fors bezuinigen. En optimale benutting betekent ook automobilisten verleiden om wat minder vaak met de auto te gaan. Immers, als minder mensen met de auto in de spits reizen, dan is er minder noodzaak om nieuwe wegen aan te leggen. De afgelopen jaren is er in beleid en onderzoek heel veel aandacht voor gebiedsontwikkeling rondom openbaar vervoer knooppunten. Dat wordt ook wel transit-oriented development genoemd. Het gaat dan om de bouw van woningen, kantoren, voorzieningen bij stations, verbetering van onder meer fietsvoorzieningen bij stations. En het idee is dan dat door deze maatregelen meer mensen met de trein gaan reizen en dat infrastructuur beter wordt benut. Op de foto ziet u trouwens linksonder deze week geopende nieuwe fietsenstalling.
Utrecht Centraal, ruim 4000 parkeerplaatsen. Rechtsonder het nieuwe station in Arnhem. Rechtsboven de Netkous, net niet te zien in Den Haag. En linksboven de A10 bij Amsterdam. Het beter benutten van infrastructuur en dit soort investeringen roept een aantal vragen op. Reizen die mensen die bij die stations gaan wonen straks ook daadwerkelijk met de trein? Gaan mensen door betere fietsenstallingen ook vaker met de trein reizen? Hoe moeten de bereikbaarheidseffecten van knooppuntenbeleid nu in kaart worden gebracht? Het volstaat dan niet om alleen te kijken naar de files op snelwegen. Kortom, er is mobiliteitsonderzoek en bereikbaarheidsonderzoek nodig. Ik heb deze reden de titel Dynamiek in mobiliteit en bereikbaarheid gegeven. En ik ga u dan vandaag ook uitleggen waarom ik vind dat er meer aandacht nodig is voor dynamiek in mobiliteitsonderzoek en bereikbaarheidsonderzoek. Mijn reden bestaat uit 3 delen. Ik wil u eerst vertellen hoe mobiliteitsontwikkelingen en ruimtelijke ontwikkelingen samenhangen. Vervolgens wil ik ingaan op mobiliteitsonderzoek en bereikbaarheidsonderzoek. En ik zal ingaan op de belangrijkste onderzoeksvragen en tekortkomingen in bestaande onderzoeken. Ook zal ik ingaan op nieuw onderzoek dat ik al in gang heb gezet. En ik wil uiteraard ook de plannen voor toekomstig onderzoek vertellen. Mijn leerstoel is een van de 3 ankerpunten binnen de vakgroep verkeer, vervoer en ruimte van de UT. U zult begrijpen dat uit de naam al verkeer, vervoer en ruimte, dat onderzoek naar de samenhang tussen verkeer, vervoer en ruimte een belangrijk onderdeel is van het onderzoek binnen deze vakgroep. En ik wil dan ook beginnen met toe te lichten hoe deze wisselwerking nou eigenlijk precies werkt. Dat ruimte en mobiliteit al lang samenhangen, dat weten we natuurlijk al vrij lang. Steden kunnen niet goed functioneren zonder goede infrastructuur. En mobiliteit komt eenmaal omdat wij van A naar B willen reizen. Dit plaatje noemen we de ruimte-mobiliteit-feedback-cyclus. Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen zijn wederzijds van elkaar afhankelijk en beïnvloeden elkaar via verschillende relaties. Ik kan de uitleg van deze figuur op een willekeurige plek beginnen, maar ik begin bij verkeer en vervoerssystemen. Nou, mobiliteit is meestal een afgeleide van de wens om verschillende activiteiten te ondernemen op verschillende plekken. De moeite die het kost om van A naar B te reizen noemen we reisweerstand. Het gaat dan onder meer om reistijd, de kosten en de moeite van reizen. Als veel mensen tegelijkertijd van A naar B willen reizen, dan krijg je files, vertragingen of volle treinen. Dan worden de locaties slechter bereikbaar. Daar komen we bij bereikbaarheid. Bereikbaarheid is een centraal begrip in mijn reden. En het gaat over de mate waarin personen in staat zijn om activiteiten op verschillende locaties en verschillende tijdstippen uit te oefenen. Dat noem ik geografische bereikbaarheid. Daar kom ik later nog wel op terug. Locaties worden dus aantrekkelijker om te wonen, of te werken of te winkelen als deze makkelijker zijn te bereiken. Bereikbaarheid bepaalt onder meer het grondgebruik en de ruimtelijke structuur. En de ligging van onder meer woonwijken, bedrijfsterreinen en winkelgebieden bepaalt de locaties waar mensen wonen, werken en winkelen. En de plekken waar we wonen en werken en winkelen bepaalt weer onze mobiliteitsstromen en het functioneren van verkeer- en vervoerssystemen. En dan zijn we weer terug bij het begin van deze feedbackcyclus. Ik wil graag aan deze cyclus 2 dimensies toevoegen. De wisselwerking tussen ruimte en mobiliteit is niet los te zien van de behoeften en voorkeuren en mogelijkheden van mensen. Onze voorkeuren en behoeften zijn onder meer afhankelijk van ons inkomen, opleidingsniveau, leeftijd, onze gezondheid en het bezit van vervoermiddelen zoals de auto. Dit is de tweede laag van interacties. Daarnaast zijn ruimtelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in verkeer en vervoer niet los van veranderingen in de samenleving. Het gaat dan bijvoorbeeld om veranderingen in de economie, technologie, demografie, milieu en leefbaarheid en sociale en culturele ontwikkelingen. Dit is de derde laag van interacties. Dus eigenlijk zou je deze figuur beter ruimte, mobiliteit, maatschappij, feedback, cyclus kunnen noemen. De toevoeging van die onderste 2 dimensies is wel belangrijk. Het laat zien dat maatschappelijke veranderingen en veranderingen van voorkeuren van invloed zijn op mobiliteit en bereikbaarheid. Andersom kunnen nieuwe vervoersmogelijkheden ook onze voorkeuren veranderen. Nou, dat lijkt allemaal nog voor de hand liggend en simpel, maar toch zijn er nog best wel veel vragen en onzekerheden.
Er lijkt bijvoorbeeld iets geks aan de hand met onze mobiliteitsontwikkeling. Na decennia van groei lijkt onze mobiliteitsgroei amper meer toe te nemen. Vooral na ongeveer het jaar 2005 neemt het autogebruik amper meer toe. Hoe komt dat nu? In andere landen is dat vaak ook het geval. U zult misschien denken, ja, de economische crisis. Maar die begon pas in 2008. Dus voor die tijd was er ook al het een en ander gaande. Wat is het dan? Een van de redenen kan zijn dat steden veel aantrekkelijker worden. De bevolkingsgroei in steden neemt toe vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw. En de verwachting is, zo laat dit plaatje ook zien, dat de komende decennia het grootste deel van de bevolkingsgroei gaat terechtkomen in de grote steden en met name in Randstad. Dat zijn dus de rode gebieden in dit plaatje. De steden trekken veel jongeren aan, immigranten, maar ook gezinnen blijven langer in de stad wonen. In de randen van Nederland gaat juist de bevolking krimpen. Dit zijn de blauwe gebieden in dit plaatje. En de vraag is nu, wat heeft dat voor gevolgen voor onze mobiliteit? Veel onderzoeken die tonen aan dat ruimtelijke kenmerken van invloed zijn op mobiliteit. Dan hebben we bijvoorbeeld over de dichtheid, woningdichtheden en nabijheid tot openbaar vervoer. Mensen die in steden wonen, die reizen meer met de fiets, meer met het openbaar vervoer en minder met de trein dan mensen die op het platteland wonen. Onze Nederlandse steden nodigen ook uit om te fietsen. Afstanden zijn kort. Openbaar vervoer is te goed en parkeren is vaak duur. Het is ook niet zo gek natuurlijk dat stedelingen veel fietsen en met openbaar vervoer reizen. Maar veel studies houden eigenlijk geen rekening met de voorkeuren die mensen hebben. Bijvoorbeeld sommige mensen, waaronder ik zelf, vinden fietsen en reizen met de trein prettig. Bij de keuze van onze woonlocatie in Twente speelde ook de fietsafstand naar de campus en de aanwezigheid van de trein een belangrijke rol. En dit verschijnsel noemen we zelfselectie. Mensen selecteren zich voor bepaalde woonlocaties. Als mensen al een bepaalde voorkeur hebben voor de trein of de fiets, dan zullen ze daar dus bij een verhuizing of een nieuwe baan ook rekening mee houden. En de vraag is dan, wordt dat fietsgebruik of het autogebruik nu verklaard door stedelijke kenmerken of door onze voorkeuren? Het lastige is ook dat onze voorkeuren ook kunnen veranderen in de tijd. Mensen kunnen om verschillende redenen bijvoorbeeld in de stad wonen, bijvoorbeeld vanwege een aantrekkelijke binnenstad. En als mensen eenmaal in de stad wonen, nou, dan zouden die goede fietsvoorzieningen wel eens fietsgebruik kunnen uitlokken. Ook de hoge parkeerkosten dragen misschien bij. En als het bevalt, dan kan het leiden tot andere mobiliteitsvoorkeuren. Mensen gaan dan meer fietsen en vinden het fijn om te gaan fietsen. Dus de vraag is nu, wat verklaart nu wat? De veranderingen in mobiliteitsvoorkeuren zijn dan belangrijk. En er zijn indicaties dat die aan het veranderen zijn. De jongvolwassenen van nu, die rijden veel minder auto dan de jongvolwassenen zo'n 10 of 15 jaar geleden. Dit is een artikel uit de Volkskrant van 22 april van dit jaar. En die heeft het over de autoluwe generatie. Een dertiger uit Amsterdam die stelt, autorijden stond voor mij voor de ultieme vrijheid, maar in de stad is het een last en kostbaar bovendien. Eigenlijk weten we toch nog niet zo goed of mobiliteitsvoorkeuren nu echt aan het veranderen zijn. En of dit nu een verklaring is voor de groei van het autogebruik. Een andere reden waarom mobiliteit misschien niet zo sterk meer groeit is ICT. Als je in een trein om je heen kijkt, is iedereen druk bezig met zijn smartphone, zijn laptop, zijn iPad of zijn e-reader. Veel mensen verwachten dat ICT-gebruik zal leiden tot een daling van de fysieke mobiliteit. We gaan immers niet meer voor een cd of een boek of kleding naar een winkelgebied, maar we downloaden een boek en winkelen in een webwinkel. Maar het lastige is dat ICT ook wel fysieke mobiliteit kan oproepen en nieuwe activiteiten kan genereren. En deze cartoon is daar een mooi voorbeeld van. ICT kan onverwachts effecten hebben. Als je een dag thuis werkt en de auto niet gebruikt, dan lijkt dat bijvoorbeeld gunstig. Maar diezelfde auto wordt ook beschikbaar voor je huisgenoten. En die thuiswerker kan ook zijn tijd misschien beter besteden aan het reizen voor andere activiteiten. En ook de mobiliteitseffecten van social media, waar jongeren vooral gebruik van maken, zijn nog niet heel duidelijk. Vervangt WhatsApp bijvoorbeeld nu fysieke mobiliteit? Of hebben jongeren nu meer contacten en gaan ze nu meer reizen? Op basis van bestaande verkeersonderzoeken kunnen we hier eigenlijk nog weinig over zeggen. Het huidige mobiliteitsonderzoek kent twee belangrijke tekortkomingen. En die komen voort uit de gekozen onderzoeksaanpak. Veruit de meeste mobiliteitsstudies die kennen een statische onderzoeksaanpak.
Hierbij worden gegevens gebruikt die op één moment in de tijd worden verzameld. Denk aan een enquête die eenmalig wordt uitgevoerd onder een groep mensen. In bestaande onderzoeken wordt dan bijvoorbeeld onderzocht in welke mate ruimtelijke kenmerken of de bereikbaarheid of de nabijheid tot een station, persoonskenmerken of voorkeuren, reisweerstanden of het gebruik van ICT van invloed zijn op mobiliteitspatronen. Nou ja, wat deze analyse sowieso al lastig maakt is dat deze factoren onderling al samenhangen. Zo gaat bijvoorbeeld een hoge woningdichtheid vaak gepaard met een goed openbaar vervoeraanbod. Het belangrijkste probleem met deze aanpak is dat je wel statistische verbanden kunt aantonen, maar geen oorzakelijke verbanden. Voor een oorzakelijke relatie is afhankelijkheid in de tijd nodig. Ofwel, de oorzaak gaat vooraf aan het gevolg. Maar als je maar op één moment in de tijd meet, dan kun je geen oorzakelijke verbanden laten zien. Ook kun je geen rekening houden met bijvoorbeeld veranderende mobiliteitsvoorkeuren. Het is dus nodig om die mobiliteit te meten op verschillende momenten in de tijd. Dat noemen we ook longitudinaal onderzoek. In longitudinaal onderzoek kijk je naar de mate waarin veranderingen in mobiliteitsbepalende factoren, zoals reisweerstanden of ruimtelijke kenmerken, van invloed zijn op de veranderingen in mobiliteitspatronen. Dit noem ik dus een dynamische onderzoeksaanpak. Op deze manier kun je wel oorzakelijke verbanden aantonen. Het volgen van een vaste groep mensen gedurende langere tijd heeft dan de voorkeur. Dit noemen we een panel. Duitsland heeft eigenlijk als enige land ter wereld sinds 1994 een mobiliteitspanel. Dat vond ik zelf nogal een tekortkoming. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en adviesbureau Goudappel Koffing heb ik het initiatief genomen om een nieuw Nederlands mobiliteitspanel op te starten. Wij zijn vorig jaar gestart met het mobiliteitspanel Nederland. Gedurende 4 jaar, en hopelijk langer, zullen we van zo'n 2000 gezinnen, dat zijn ruim 5000 mensen, het mobiliteitsgedrag gaan volgen. En dit is dan ook meteen het grootste mobiliteitspanel ter wereld. Alle gezinsleden ouder dan 12 jaar, die houden 3 dagen lang hun rit erbij. En ook zullen we veranderingen in mobiliteitsvoorkeuren en ICT-gebruik in kaart brengen. We kunnen dan bijvoorbeeld de mobiliteitsgevolgen zien van het verhuizen, een nieuwe baan, kinderen die het huis uitgaan of trouwen of het kopen van een auto. Dit ziet u in deze woordenwolk, een modieuze nieuwe vorm van het maken van een logo. Dit unieke panel zal vele mogelijkheden gaan bieden voor vernieuwend onderzoek naar de dynamiek in mobiliteit. Het eerste promotieonderzoek is al dit jaar gestart en Marie-José Oldekalter zal er in een onderzoek onder meer gaan kijken naar veranderingen in voorkeuren en de effecten daarvan op autogebruik. Een tweede belangrijke beperking is dat mobiliteitsonderzoeken in veruit de meeste landen, ook in Nederland, het mobiliteitsgedrag van mensen maar 1 dag bevragen. 1 dag meten is nogal een beperking. En eigenlijk veronderstellen we nu dus dat die ene dag representatief is voor het mobiliteitsgedrag van mensen. Maar de ene dag heb je misschien haast, moet je veel ritten maken, moet je bijvoorbeeld een vlucht halen. En de dag daarna heb je vrij, werk je thuis en lig je lekker in het gras. Dat gebeurt niet zo vaak, maar het kan. Opvallend genoeg is er wereldwijd maar heel weinig onderzoek gedaan naar dit soort intrapersoonlijke dynamiek in mobiliteitsgedrag. En de reden is eigenlijk vrij simpel. Mensen zijn niet bereid om vele dagen lang of vele weken lang al hun ritten die ze maken bij te houden. Een oplossing voor dit probleem is het gebruik van GPS-ontvangers en smartphones. Hiermee worden wereldwijd veel experimenten mee gedaan. Ik zie dit zelf ook als een interessant onderzoeksterrein. Vorig jaar ben ik in samenwerking met Centerdata uit Tilburg en Mobidot uit Enschede het mobiele mobiliteitspanel gestart. In dit mobiliteitspanel volgen we ongeveer 550 deelnemers met behulp van een smartphone. Deze smartphone-app die registreert automatisch alle ritten die mensen maken via wifi of GPS of GSM. Op basis van rekenregels worden dan automatisch de vervoerwijze afgeleid of het ritmotief of andere kenmerken. En de gebruikers kunnen vervolgens deze gegevens controleren en aanpassen. En dat gebruiken we weer om diezelfde rekenregels weer te verbeteren. Deelnemers maken deel uit van een huishoudpanel van Centerdata en doen 3 jaar lang mee. En dit jaar en volgend jaar gaan ze 4 tot 6 weken meedoen. We hopen hiermee dus een goed beeld te kunnen krijgen van de dynamiek in mobiliteitsgedrag. De eerste analyses laten al veelbelovende resultaten zien, maar er zijn nog veel verbetermogelijkheden waar we nog aan werken.
Voor zover ik weet is dit het eerste project ter wereld waar smartphones als meetinstrument worden gebruikt in een mobiliteitspanel. Wat verder ook uniek aan dit project is, is dat de deelnemers een goede afspiegeling geven van de samenleving. Niet iedereen heeft nog een smartphone. Ongeveer 40% van de Nederlanders heeft nog geen smartphone. Ook het bezit van smartphones is niet evenredig verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen. Vooral jongeren en hoger opgeleiden, veel van u denk ik, zullen een smartphone hebben. Hier hebben we in het onderzoek rekening mee gehouden door mensen die geen smartphone hebben of geen geschikte smartphone een leentelefoon ter beschikking te stellen. Dames en heren, ik ben alweer toe aan het derde deel van mijn reden, bereikbaarheidsonderzoek. Dat is ook wel het deel waar ik het langst over zal praten. Dat even terzijde. Wat is nu bereikbaarheid? Bereikbaarheid lijkt wel een normaal begrip dat iedereen gebruikt. Dagelijks staan er ook wel artikelen in de krant over. Het is echter een verwarrend begrip dat iedereen op een verschillende manier gebruikt. En ook op een verschillende manier invult. Dat leidt gemakkelijk tot misverstanden. Maar een goed begrip van het concept bereikbaarheid is belangrijk om drie redenen. In de eerste plaats is bereikbaarheid een sleutelfactor om de wisselwerking tussen mobiliteit en ruimte te begrijpen, te verklaren en te modelleren. Dat heeft u al gezien in die ruimte-mobiliteit-feedbackcyclus. In de tweede plaats is het begrip bereikbaarheid belangrijk bij het proces van planvorming en beleidsontwikkeling. Een goede invulling kan helpen bij integratie van ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid. In de derde plaats is bereikbaarheid ook belangrijk als indicator in beleidsevaluaties om effecten van beleid te bepalen. In media en beleid is bereikbaarheid vaak een synoniem voor files. Dan zien we dat in de Randstad en rond de grote steden files en vertragingen zijn. Kortom, de Randstad is slecht bereikbaar. Maar volgens mij is bereikbaarheid veel meer dan dat. Bereikbaarheid gaat ook over de mogelijkheden die mensen hebben om bepaalde bestemmingen te bereiken en daar activiteiten te ondernemen. Dat is dus die geografische benadering van bereikbaarheid. In deze benadering is snelheid, of zijn files, geen indicator voor bereikbaarheid zelf, maar van een aspect dat van invloed is op bereikbaarheid. De snelheid van reizen bepaalt immers mede het aantal locaties dat je met een bepaalde reistijd kunt bereiken. Maar daarmee is snelheid zelf nog geen bereikbaarheidsindicator. Een geografische benadering levert ook een ander beeld op van bereikbaarheid. Deze figuur laat dat zien. In deze figuur, het meest linker plaatje, is de geografische bereikbaarheid van werk weergegeven. Dit is het aantal banen wat je kunt bereiken met een bepaalde reistijd. Hierin is zowel de reistijd meegenomen, of de reissnelheid, maar ook de nabijheid tot activiteiten. Wat opvalt is dat de invloed van verschillen in reissnelheden, dat is het rechter plaatje, veel kleiner zijn dan de verschillen in de nabijheid van werk. Een inwoner van Amsterdam heeft weliswaar wat langere reistijden, heeft wat meer vertragingen, maar kan toch nog meer dan 7 keer zoveel banen bereiken dan een inwoner van Enschede. Simpelweg omdat Amsterdam ligt in de grootste agglomeratie van Nederland. Er zijn nog 2 factoren die bereikbaarheid bepalen. Ik kom dus tot 4 componenten van bereikbaarheid. De locaties van activiteiten en verkeer en voersysteem heb ik het al over gehad. De andere 2 componenten zijn de kenmerken van het individu en tijd. De mogelijkheden die mensen hebben om aan activiteiten deel te nemen hangen natuurlijk onder meer af van leeftijd, inkomen, bezitten van een rijbewijs en een auto. Dat is die individuele component. Bereikbaarheid verschilt ook in de tijd, of die varieert in de tijd. 'S Avonds is niet altijd openbaar vervoer beschikbaar. En winkels en voorzieningen hebben bepaalde openingstijden en sluitingstijden. Ook willen wij over het algemeen niet meer dan 1 uur per dag aan mobiliteit besteden. Deze 4 componenten hangen ook onderling samen. Zo hangen bijvoorbeeld individuele kenmerken direct van invloed op bereikbaarheid, maar ook op locaties van activiteiten. Mensen met lage inkomens bijvoorbeeld hebben minder geld om zich te verplaatsen, maar wonen ook op andere plekken dan mensen met hoge inkomens. Hier herkent u trouwens ook weer een aantal van de relaties die ook in die ruimte-mobiliteit-feedbackcyclus terugkwamen. Verschillende wetenschappelijke disciplines gebruiken eigenlijk verschillende benaderingen om bereikbaarheid uit te drukken en te meten. Ik maak ook onderscheid tussen 4 verschillende benaderingen voor bereikbaarheid. Nou, 2 van heeft u ook al gezien. De op infrastructuur gerichte benadering, daar kijken we dus vooral naar files en snelheden. En de op locaties gerichte benadering, die meer kijkt vanuit locaties hoeveel bestemmingen kun je bereiken. De derde benadering is een op personen gerichte benadering
Die houdt niet alleen kenmerken met de locaties van activiteiten, maar nadrukkelijk ook met de kenmerken van personen die zich op deze locaties bevinden. De vierde is de op nut gerichte benadering. Die richt zich op het nut of de geldelijke waardering van het kunnen bereiken van activiteit of bestemmingen. Deze benadering geeft eigenlijk niet de bereikbaarheid zelf weer, maar de economische waardering ervan. In deze figuur heb ik die vier verschillende benaderingen en die vier verschillende componenten in een matrix gezet. En wat deze figuur laat zien, is eigenlijk een belangrijk kenmerk van veel bereikbaarheidsstudies. Bereikbaarheidsstudies zoeken eigenlijk over het algemeen geen goede balans in het meenemen van die vier verschillende componenten. Planologen en geografen, als voorbeeld, gaan meestal uit van de op locaties gerichte benadering en werken die locatiecomponent heel gedetailleerd uit. Maar die hebben vervolgens weer weinig aandacht voor de verkeers- en vervoerscomponent van bereikbaarheid. En daar kijken verkeerskundigen weer heel gedetailleerd naar. Maar die verkeerskundigen hebben vervolgens weer geen aandacht voor de kenmerken van locaties of de ruimtelijke spreiding van activiteiten. Uiteraard zijn ook wel combinaties mogelijk, maar in de praktijk zijn die onderzoeken schaars. Beleidsmakers in Nederland hanteren over het algemeen die op infrastructuur gerichte benadering of, zoals u wilt, de verkeerskundige benadering. Er zijn gelukkig ook uitzonderingen en daar wil ik één voorbeeld van geven. In de zuidvleugel van de Randstad werken overheden samen aan het programma Stedenbaan Plus. Ze willen onder meer een groot deel van de nieuwe woningen die nog gebouwd moeten worden bouwen rond treinstations. Hierdoor verwacht men meer treinreizigers, waardoor de frequentie van treinen omhoog kan. Maar door de economische crisis zal een groot deel van die geplande woningbouw niet meer gebouwd worden of later gebouwd. En de vraag is nu dus, ja, waar moet je wel bouwen en waar moet je niet bouwen? Om antwoord te geven op deze vraag, heeft Stedenbaan Plus geografische bereikbaarheidsanalyse uitgevoerd. En deze figuur laat dat zien. De figuur laat zien hoeveel banen je met het openbaar vervoer kunt bereiken vanuit de geplande woningbouwlocaties. En die figuur laat zien dat een groot deel van de geplande woningen op locaties ligt die slecht met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Dat zijn die rode bolletjes in de figuur. De groene bollen, de groene woningbouwlocaties liggen vlakbij stations en zijn goed met het openbaar vervoer te bereiken. Stedenbaan Plus wil nu dat de bereikbaarheid van openbaar vervoer, dus deze kaart, een belangrijke rol gaat krijgen bij de keuze van de te realiseren woningbouwlocaties. Ofwel het realiseren van die groene bolletjes op deze kaart. Ondanks dat bereikbaarheid hoog op de beleidsagenda staat, wordt er eigenlijk verrassend weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dat is voor mij natuurlijk wel prettig, want is er voor mij nog een hoop werk te doen. Maar op zijn minst zijn er de komende jaren 6 onderwerpen waar ik naar zou willen kijken. De eerste 4 hebben betrekking op de wijze waarop we de 4 verschillende componenten van bereikbaarheid meenemen in bereikbaarheidsonderzoek. En daarnaast ICT in relatie tot bereikbaarheid en barrières voor het gebruik van bereikbaarheidsinstrumenten. Het eerste onderwerp waar ik mij op wil richten is het verbreden van de verkeers- en vervoerscomponent van bereikbaarheid. Nu kijken we vaak alleen maar naar afstanden of reistijden tussen bestemmingen. Maar dit is natuurlijk een sterke versimpeling van de werkelijkheid. Veel meer factoren bepalen die reisweerstand. Het gaat om tijd, het gaat om geld en om moeite. Tijd en geld zijn objectief meetbaar en makkelijk mee te nemen. Daarentegen is moeite vaak lastiger mee te nemen en ook moeilijker om kwantitatief uit te drukken. Het gaat bijvoorbeeld om comfort, of de inspanning, veiligheid of de beleving van reistijd. Maar deze factoren kunnen wel heel belangrijk zijn. Op dit moment doen wij onderzoek naar het belang van deze factoren in een onderzoeksproject voor de Zuidvleugel. Hier kijken we vooral naar de rol van de fiets in het voor- en natransport voor de trein. Dat is natuurlijk belangrijk, want 40% van de mensen die met de trein reizen, gaat met de fiets naar het station. We analyseren het belang van verschillende onderdelen van de rit, van deur tot deur. En we kijken naar objectief meetbare factoren, dus tijd en kosten, maar ook subjectieve factoren. Uit analyses blijkt dat het gebruik van de fiets naar het station onder meer afhangt van het algemene oordeel van de reiziger over het station. De attitude ten opzichte van de fiets, de kwaliteit van fietsroutes en ook de kosten van fietsparkeren. Stations die een beter rapportcijfer krijgen van de reiziger zorgen voor een hoger nut, meer fietsgebruik naar het station en levert ook meer treinreizigers op. Uit recent buitenlands onderzoek valt ook af te leiden dat stationsbeleving belangrijk is. Forensen blijken bereid te zijn om langer te wachten op een mooi station. Ook accepteren ze een langere wachttijd. Dat is op zich niet zo gek.
denk ik, maar ik ken geen enkel bereikbaarheidsonderzoek die er rekening mee houdt. Een mooi voorbeeld, in maart dit jaar is het nieuwe station Rotterdam Centraal geopend. Als u het niet kent, ik zou er zeker een kijkje gaan nemen, ik vind het zelf een bijzonder mooi station. Het ontwerp van dit nieuwe station zou dus best de treinweerstand of de reisweerstand verlaagd kunnen hebben en de bereikbaarheid van treinreizigers vergroot kunnen hebben. Dit heb ik niet onderzocht, maar het lijkt me wel een leuk onderwerp voor vervolgstudie. Het tweede onderwerp gaat over de temporele dynamiek in bereikbaarheid. Hier wordt nog maar weinig naar gekeken. Ik verwacht dat het gebruik van gegevens van mobiele telefoons, smartphones en navigatiesystemen een enorme impuls aan bereikbaarheidsstudies gaat geven. En hier zal ik me de komende jaren ook op gaan richten. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk om gedetailleerd stedelijke bereikbaarheid in kaart te brengen. Uit gegevens van TomTom, waar u hier een voorbeeld van ziet, navigatiesystemen in de auto's en smartphones, blijkt bijvoorbeeld dat de inwoners van Amsterdam veel meer vertraging op stedelijke wegen ondervinden dan op snelwegen. Het is misschien klein om te zien, maar van een uur reistijd hebben ze ongeveer 20 minuten vertraging op stedelijke wegen en 9 minuten op snelwegen. Als het gaat om stedelijke bereikbaarheid, dan moeten we ook naar de fiets en de voetganger gaan kijken. Bereikbaarheidsstudies kijken nu over het algemeen vooral naar de auto en naar het openbaar vervoer. Maar in Nederlandse steden wordt heel veel gefietst en gelopen. Het volstaat al niet om alleen naar factoren te kijken als afstanden en snelheden, maar ook kwaliteit van het wegdek, verkeersveiligheid, hinder van autoverkeer, weersomstandigheden en andere factoren. Nader onderzoek is nog nodig naar de invloed van deze factoren op stedelijke bereikbaarheid. Het volgende onderwerp is verhuismobiliteit. Gemiddeld verhuizen ieder jaar ongeveer 1 op de 10 mensen van woningplek. Maar de afgelopen jaren is het misschien wel minder geweest, maar dit is het gemiddelde over de afgelopen 30 jaar. Uit onderzoek van TU Delft naar de ruimtelijke effecten van de opening van de Westerschelde-tunnel bleek dat deze tunnel vaak een rol speelde bij verhuisbeslissingen. Die tunnel zorgde voor een groter zoekgebied van woningen en nieuw werk. Het is dan ook van belang om bij analyses van de effecten van infrastructuur hier rekening mee te houden. Maar in Nederland gebruiken wij standaard verkeersmodellen die geen rekening houden met verhuismobiliteit. Verhuismobiliteit kan wel behoorlijk effecten hebben op die bereikbaarheidsbaten van infrastructuuringrepen. In 2009, toen ik nog met het Planbureau voor Leefomgeving zat, heb ik meegewerkt aan een studie naar de economische effecten van de nieuwe spoorlijn tussen Amsterdam en Almere, de IJmeerlijn. Uit de analyse bleek dat het rekening houden met verhuismobiliteit de bereikbaarheidsbaten met ongeveer 20-30% verhoogde. Dat is een behoorlijk effect. Dan moet ik er wel bij zeggen dat in dit geval het geen enkel effect had op het rendement van die meerlijn, want de kosten waren nog een veelvoud van de baten. Maar dat even terzijde. Maar het ontwikkelen van verkeersmodellen die wel rekening houden met verhuismobiliteit lijkt mij dus wel van belang. De vierde richting voor onderzoek gaat over bereikbaarheid en zelfredzaamheid. Als je geen auto hebt of je kunt geen auto meer rijden, dan is je bereik veel kleiner dan mensen die wel een auto hebben. De bereikbaarheid van werk, winkels, voorzieningen verschilt enorm tussen verschillende personen en bevolkingsgroepen. En ik denk dat aandacht voor de verschillen tussen die bevolkingsgroepen belangrijk is in zowel onderzoek en beleid. Een voorbeeld. In Overijssel en Gelderland zijn vanwege bezuinigingen debatten gaande over het verminderen van het openbaar vervoeraanbod. De provincie Gelderland wil de streekbus schrappen en vervangen door buurtbussen, deelauto's en elektrische fietsen. Ook in Overijssel gaan discussies over bezuinigingen op openbaar vervoer. De overheid, of in dit geval de provincie, verwacht eigenlijk dat inwoners dan zelf initiatieven gaan nemen voor dat openbaar vervoer. Voor burgers wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht. In Twente is dat niet nieuw en we noemen dat noberschap, als ik het goed uitspreek tenminste. Buren helpen elkaar, zo hoort dat hier. Maar in heel Nederland lijkt dat een nieuwe trend te zijn. Mensen die gaan auto's delen, gereedschap, goederen, slaapplekken en andere diensten. Bezit wordt misschien minder belangrijk dan gebruik. Er zijn al vele websites of smartphone apps die zich hierop richten. Een voorbeeld is Snapcar, daar kunt u precies zien wie in de buurt een auto aanbiedt en wat die kost. De vraag is nu of zelfredzame gemeenschappen nu beter in staat zijn om hun bereikbaarheid op peil te houden bij een verschralend openbaar vervoeraanbod.
Helpt het bij het voorkomen van sociale ongelijkheid of uitsluiting? Dat lijkt mij nou een interessant onderzoeksterrein waar we nog weinig over weten. Bereikbaarheid en ICT. Nou, ik heb het al gehad over de relatie tussen ICT en mobiliteit. Daar is al redelijk wat onderzoek naar gedaan. Maar eigenlijk weten we nog heel weinig van de effecten van ICT op bereikbaarheid. En wat interessant is dat ICT ingrijpt op al die vier componenten van bereikbaarheid. ICT kan op verschillende manieren reisweerstanden verkorten. Denk aan het gebruik van routeplanners of navigatiesystemen waardoor u eerder thuis bent of de files kunt vermijden. Ook kunnen reizigers elkaar via social media informeren over waar de files staan of waar de verstoringen zijn. De ruimtelijke effecten van ICT worden ook zichtbaar. Denk aan lege kantoorpanden, omdat die werknemers vaak thuis werken. Of leegstand in winkelgebieden, omdat iedereen tegenwoordig via internet aan het shoppen is. Ook onze vervoerbehoeften en onze voorkeuren kunnen de ICT veranderen. Op internet kun je de hele wereld al in 3D bekijken en kun je beslissen wat mooie locaties zijn om op vakantie heen te gaan. Ook kun je dankzij ICT verschillende activiteiten combineren, kun je buiten kantooruren werken en je bespaarde reistijd aan andere activiteiten benutten. We weten eigenlijk nog weinig van de combinatie van deze vier effecten. En dit is ook een terrein waar nog veel onderzoek nodig is. De laatste onderzoeksrichting waar ik over wil praten is institutionele barrières. Ik ben er zelf van overtuigd dat een integrale benadering van bereikbaarheid een nuttige bijdrage kan leveren aan ruimtelijke en infrastructurele planvorming. Beleidsmakers zien dit ook. Uit een recent onderzoek onder Europese beleidsmakers blijkt dat zij het gebruik van geografische bereikbaarheidsinstrumenten best nuttig vinden voor hun dagelijkse beleidspraktijk. Toch gaven ze die toepassing weinig kans van slagen. Hoe komt dat nu? Ze gaven een aantal redenen aan. Ze denken dat er onvoldoende gegevens zijn, onvoldoende vaardigheden, onvoldoende geld of tijd, of dat die instrumenten onbekend zijn. En ze zijn bang dat de kosten van planvorming gaan toenemen. Maar de belangrijkste barrières zitten in de organisatie zelf. Er zijn maar weinig formele of informele prikkels voor verschillende sectoren, zoals verkeer, ruimtelijke ordening, milieu, gezondheidszorg, om samen te werken aan integrale oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken. Ook is er vaak sprake van conflicterende beleidsdoelen. Een recent voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de discussie over de nieuwe locatie van een ziekenhuis in de provincie Groningen. Die is nu gepland aan de A7, aan de snelweg. Die is natuurlijk heel mooi bereikbaar voor ambulances, maar een plek waar bezoekers amper met het openbaar vervoer kunnen komen. Dat zijn dus tegenstrijdige doelen. Ik vermoed dat ook in Nederland vooral institutionele barrières belangrijk zijn. De sectorale aanpak van verkeer- en vervoersproblemen werkt belemmerend voor het gebruik van meer integrale bereikbaarheidsinstrumenten. In sommige landen in Europa bestaat een verplichting of een aanbeveling voor het gebruik van bereikbaarheidsinstrumenten bij planvorming of ruimtelijke plannen of infrastructuurplannen. Zo'n verplichting of aanbeveling lijkt mij in Nederland ook wel nuttig als aanvulling op bestaande beoordelingsmethoden. Verder denk ik dat een ontwikkeling van een jaarlijkse bereikbaarheidsstatistiek nuttig kan zijn. Hier zou je op gedetailleerd schaalniveau, bijvoorbeeld postcodegebieden, de bereikbaarheid van werk of winkels of scholen, huisartsen, gezondheidsvoorzieningen, met de auto, fiets en openbaar vervoer, in kaart kunnen brengen. In Engeland bestaat zo'n statistiek al. Die is ook beschikbaar via een website. Je kunt op een postcode klikken en je ziet precies hoeveel huisartsen of banen of voorzieningen je binnen bereik hebt. Zo'n bereikbaarheidsstatistiek lijkt mij in Nederland ook van belang om veranderingen in stedelijke en rurale bereikbaarheid te kunnen volgen. En om ook de bekendheid van dit soort instrumenten bij beleidsmakers en burgers te vergroten. In ieder geval ben ik van plan om nader onderzoek te gaan doen naar de institutionele barrières, de toepassing van meer integrale benaderingen van bereikbaarheid belemmeren en mogelijke oplossingen hiervoor. U heeft het vast al begrepen. Er is nog veel onderzoek te doen. Ik heb u vandaag aangegeven waarom er meer aandacht nodig is voor de dynamiek in mobiliteitsonderzoek. Een dynamische onderzoeksaanpak is belangrijk om veranderingen in mobiliteitspatronen in kaart te kunnen brengen. Ik ben ervan overtuigd dat zowel het Mobiliteitspanel Nederland als het Mobiele Mobiliteitspanel ons de komende jaren veel nieuwe inzichten gaan leveren. Ook in bereikbaarheidsonderzoek is nog veel te doen. Het analyseren van de variatie in bereikbaarheid in de tijd, verschillen in bereikbaarheid tussen bevolkingsgroepen en de dynamische relatie tussen mobiliteit, bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkelingen staat hoog op mijn onderzoeksagenda. Dames en heren, ik ben alweer toe aan het dankwoord.
Ik vind het een grote eer om deze leerstoel te mogen vervullen. En ik wil dan ook de Universiteit Twente, het college van bestuur, de huidige en vorige decanen van de faculteit CTW, Riekes IJzing en Geert de Wulf, beide aanwezig, bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wil deze mogelijkheid natuurlijk ook aangrijpen om Bert van Wee te bedanken, mijn promotor. Je hebt mijn interesse in wetenschappelijk onderzoek aangewakkerd. Je hebt me overgehaald om te gaan promoveren. Daar had ik zelf eigenlijk niet zo'n behoefte aan. Jij wist beter dan ik zelf dat ik het in me had. Ik was je eerste promovendus en nu kun je zeggen dat je je eerste hoogleraar hebt gekweekt. Je hebt enorm bijgedragen aan mijn ontwikkeling en daar ben ik je erg dankbaar voor. En ik hoop dat we nog vele jaren zullen werken aan artikelen en projecten. Vanzelfsprekend heb ik het onderzoek waar ik vandaag over heb gesproken niet alleen gedaan. Binnen onze vakgroep heb ik in het onderzoek de afgelopen jaren veel samengewerkt met mijn collega's Lizzie en Tom. Dank voor jullie enthousiasme en jullie plezierige samenwerking. Ik wil uiteraard het onderzoeksteam van het Mobiliteitspanel Nederland bedanken. Sascha, Jan, Nina, Paul en Marie-José. Ik kijk uit naar verdere intensieve samenwerking in de komende jaren. Ook dank ik alle betrokkenen bij het mobiele mobiliteitspanel en met name Salima en Marcel. In het onderwijs werk ik samen met veel collega's, collega-docenten van mijn vakgroep, de faculteit CTW en de faculteit Management en Bestuur en ook van het ITC. Ik bewonder jullie gedrevenheid in het onderwijs en ik denk dat studenten blij mogen zijn met zulke docenten. Met de nieuwe bachelor module gebiedsontwikkeling zijn we een mooie multidisciplinaire samenwerking aan het opzetten. En ik hoop dat de tweedejaars studenten dat ook zo zullen zien. Nou, dames en heren studenten, ik hoop niet alleen een bijdrage te leveren aan jullie ontwikkeling, maar ik leer ook iedere dag van jullie. Dank daarvoor. Annemarie. Mijn aanstelling op de UT bood zowel jou als mij een kans. Ik wilde de uitdaging van nog leraar worden wel aangaan. En jij wilde weer graag in het oosten van het land wonen. Het is allebei gelukt. Zonder jouw steun en zorg voor onze twee prachtige zonen had ik hier vandaag niet in toga gestaan. Ik kan je niet dankbaar genoeg zijn. En Jona en David, jullie zijn fantastisch en ik geniet elke dag van jullie. Ik eindig dit dankwoord bij mijn ouders. Ze hebben me al vroeg geleerd aan te pakken en mijn eigen boontjes te doppen. Al waren het geen boontjes, maar bloembollen waar ik mijn werkende carrière mee begon. Doorzettingsvermogen heb ik ook van hun. Zonder hun opvoeding had ik het pad van MAVO tot hoogleraar nooit kunnen afleggen. Het spijt mij enorm dat zij beide vandaag er niet bij kunnen zijn. Maar ik weet dat jullie enorm trots op mij geweest zouden zijn vandaag. Dames en heren, dank voor uw komst en voor het luisteren. Ik heb gezegd. Collega Geurs, meneer Karst, hartelijk dank voor deze uiteenzetting van het belang van gedegen onderzoek naar mobiliteit en bereikbaarheid. Het heeft ons zeker duidelijk gemaakt dat er inderdaad werk te verzetten is. Ik had met Jona afgesproken dat hij me later wat zou vertellen, maar David leverde al tijdens de voordracht de nodige informatie. De volgende keer moet je nog wat meer plaatjes van auto's verwerken in de voordracht. Verder viel het wel goed, geloof ik. Ik denk dat je duidelijk hebt gemaakt dat jouw vakgebied valt in een breder verband. Technologie en het gebruik van technologie in de menselijke omgeving is natuurlijk een bredere omschrijving van iets waar jij mee bezig bent en wat voor ons als Universiteit van High Tech en Human Touch belangrijk is. Je ziet wel dat als je op systeemniveau naar die dingen kijkt, het helemaal niet zo makkelijk is om oorzaak en gevolg te ontwarren. En het begint eigenlijk al met definitiekwesties. Ik betrapte je op de zin, wanneer je werk thuis werkt en in het gras ligt,
Dit is een ruime interpretatie van het begrip thuiswerken. Maar dit even terzijde. We zullen nog eens even kijken wat we met HR hieraan kunnen doen. Zie ik andere dingen die ik herken. De vraag hoe die mobiliteit en die technologie nu eigenlijk uitwerkt. En bijvoorbeeld dat we zien dat het autogebruik afvlakt, maar in het algemeen de mobiliteit nu werkelijk daalt doordat er ICT, sociale media en andere dingen zijn. Als informaticus herinner ik mij al eeuwenlang de belofte van de paperless office, die in ieder geval in mijn office nog niet is ingetreden. We hebben zelfs het omgekeerde gezien. De komst van de digitalisering heeft de mogelijkheid tot informatieverwerking vergroot. En daarmee ook de pakken papier die uit de printers komen. Ik moet zeggen, ik zie wel een eerste kentering met de komst van de tablets. Die het ook mogelijk maken om een handzaam formaat die digitale informatie bij je te hebben. En de vraag is wanneer dat bijvoorbeeld in een vervoerssysteem ook intreedt. En ik denk inderdaad dat we daar nog niet te makkelijk en te snel zouden moeten juichen. Iets anders, een opmerking over je studie rond IJmeerlijn en zo. En de kosten en de baten. Daarvan is mij altijd weer duidelijk dat het verschrikkelijk moeilijk is om tot een reëel beeld te komen over integrale kosten en baten. Om maar weer een onverdacht ander onderwerp te nemen. Ik herinner me dat in het eindeloze debat over kernenergie, wanneer dat niet op morele gronden gevoerd werd, het er vaak toch op neerkwam dat men dan ook een economisch argument naar voren bracht, namelijk het was te duur, want je moest, laten we zeggen, dit beschermen tegen terrorisme, dus de totale begroting van defensie kon bij de kosten van kernenergie worden opgeteld. Nou, dat is waarschijnlijk niet waar. Het is ook niet helemaal onwaar, en hoeveel moet je dan meenemen? Dus dat zijn lastige dingen. Mogen we de besparing in CO2 meenemen in zo'n spoorlijn? Kortom, ik denk dat duidelijk is dat het van belang is dat als wij hier op een goede manier met het vakgebied omgaan, we het soort studies dat jij je voorneemt te doen ook serieus ter harte moeten nemen. Het past ook prima in de traditie van onze universiteit en ook meer in het bijzonder van de vakgroep en de faculteit CTW. Ik wil je bij deze bijzonder feliciteren met deze officiële aanvaarding van je ambt. Ik wens je daar heel veel succes bij. Ik feliciteer ook vakgroep en faculteit. En als rector heb ik altijd bijzonder recht om onszelf ook te mogen feliciteren met jouw benoeming. Dames en heren, ik sluit graag af het officiële gedeelte van dit samenzijn. Kleine aanwijzing voor de regie. Het is gebruikelijk dat de orator met zijn familie het cortège vooraf gaat. Wij als cortège volgen hem. En wanneer u op uw beurt het cortège weer volgt, dan komen we terecht bij de receptie waar u de jonge hoogleraar kunt feliciteren met het aanvaarden van zijn ambt. Ik dank u wel.